allemaal, welkom bij een nieuwe Food Comparison video van Food and Travel. Jullie zien het al, we zijn vandaag outdoor. We zijn buitenhuis. En ik denk dat jullie het vandaag ook niet hoeven te raden wat we vandaag gaan eten. Het is lekker regenachtig weer, dus u ziet het al op tafel. We eten vandaag sauto. Ik heb sauto gehaald bij Blauwgrond. Dus we hebben sauto van drie verschillende warungs. We gaan beginnen. Hier hebben we van warung Urshi. U ziet het, we hebben hier een bakje met een hun sauto soep. En ze hebben dus een bestek, een lepeltje erbij gegeven. U ziet een zakje met rijst, een handjevol rijst. We hebben hier dus hun mix. Ze hebben dus in hun mix een gebakken aardappelen, uitgekookte vermicelli. Ik zie kip. Ik zie, laat me zien, chapar. En dat is hem. Ik zie niks meer. We hebben dus hier gemalen peper en een zakje met ketchupsaus. Ik zal even kijken. Ik had een zouten ei besteld. Ik zie hun ei niet. Oeps. Dus waarschijnlijk is het in het bakje. Hij gaat echt moeilijk open, mensen. Oh ja, ik zie mijn ei. Hij is dus een zouten ei. Mijn ei was dus in mijn zouten soep. Oké. Hier hebben we dus van warung Jemintan. We zullen dit ook eerst openmaken, alvorens we gaan proeven. Zullen we ze allemaal openmaken? Oh, ze hebben hier ook een zakje rijst gegeven. Dit is iets meer, ook een handje vol. Maar iets meer in vergeleken met warung Urshi. We hebben hier ook een lepeltje, een bestek erbij gekregen. In hun zakje met mix zie ik gebakken aardappelen, gebakken vermicelli. Er is kip, er is chapar. Ze hebben dus ook een zakje met ketchupsaus gegeven. En in een ander zak gemalen peper. Rode peper. Peper kan niet ontbreken, mensen. Ik zie mijn ei dus ook niet. Dus waarschijnlijk is hij hierin. Ja. Ei. Sauto ei. Als we dus kijken, deze bak is van plastic materiaal en deze is die van karton. Ja, karton. Oké, we zullen verder gaan. Dit is dus sauto ei van Warung Miroso. Hier hebben ze ook wat rijst gegeven, een handje vol. In vergelijking met de andere is van Warung Jemintan toch iets meer. Maar we hebben dus rijst. We hebben hier in hun zakje met mix, zie ik gebakken aardappelen. Een beetje gebakken vermicelli, kip, chapar en dus hun ei is ook apart gezet. Hij is dus in het zakje. En ik zie een kleine zakje met peper en we hebben dus hier ook een kleine zak ketchupsaus. En dus dit is hun zoutensoep, hun soep. En dit is ook in een spons, in een kartonnen bak. Ze hebben allemaal een andere kleur. Ze hebben ook een bestek bijgegeven. Maar deze komt dus in een servet. Ik zie hierin grote stukken uien. Terwijl in die andere ik geen grote stukken uien zie. Terwijl van Warung Urshi gebakken uien erin heeft. Ja, ze hebben gebakken stukjes uien. En in deze zie ik geen uien. Er is wel soepgroenten in hun soep. En dus van Warung Miroso heeft soepgroenten, maar ook grote stukken uien. Gesneden uien. In ringetjes dus. Oké. Okay. U heeft het dus gezien, mensen. Soutensoep van drie verschillende warungs. We zullen dus nu gaan proeven. Ik zal geen rijst zetten, mensen. Omdat we meestal als we thuis eten, we dus rijst zetten. En dus ik ken het smaak van thuis soep, hoor. Met rijst. Dus we zullen alleen het soep proeven. Met een beetje van hun mix. Kip. Mix kip en aardappel en dergelijks. Oké. Okay. Oké, mensen. Ik zal alles erin doen. Ik zal alles erin schenken.
Ik mors een beetje, maar dat hoort erbij. Soep was veel mensen, vandaar dat hij een beetje is gaan morsen. Maar we zijn ouder, dus dat hoort erbij. Oké, ik zal hun soep zo proeven, zonder saus, zonder peper, zonder anything. Zodat we het smaak beter gaan proeven. En ik jullie beter kan vertellen hoe het dus allemaal proeft. Mensen, voordat ik deze ga proeven, ga ik eerst allemaal zetten. Niet dat ze allemaal straks één voor één van me vallen. Dus ik zal ze allemaal eerst in mijn soep zetten. Al het mix, aardappel, kip, chapaat. In mijn soep, ik zal ze in mijn soep schenken. En dan gaan we ze één voor één rustig proeven. Oké, mensen, ik heb ze nu allemaal, ik heb al het mix in hun soep gestopt, in de bakjes gezet. En dan zullen we ze dus één voor één gaan proeven. Oké, mensen, ik zal toch nog een beetje saus erbij zetten. Om dus het met saus te eten. Is lekker. Hij is wel een beetje aan de zoete kant. Ik denk dat het door die saus komt. Dat hij een beetje aan de zoete kant is. Zout is helemaal normaal. Hij is niet te veel, hij is niet te weinig. En ik zou niet kunnen zeggen dat bijvoorbeeld gember of Laos te veel hierin is. Alles is helemaal normaal. Hij proeft dus normaal. Niks is te veel en ook niks is te weinig. Niks is te veel en niks is te weinig, mensen. Maar zoals ik al zei, het is een klein beetje aan de zoete kant. Ik denk dat het door die saus komt. Maar verder, zout en alles is wel op de juiste plek. Hij is dus lekker. En zoals ik al zei, niet dat ik ga kunnen zeggen dat misschien citroengras of anything te veel is. Of te veel proeft. Hij is helemaal goed. Hij is helemaal normaal. We gaan nu verder. Dit was een portie van Warung Urshi. Zo'n portie zoute ei kost 65 SD. We zullen nu naar Warung Jaminten komen. Ik zal ook een beetje zout hier zetten. Hij is een beetje geelachtig, mensen, dus ik denk dat het de kleur van bouillonblok heeft, kippenblok. Maar we zullen proeven. Ja, zout is een beetje scherp. Je proeft duidelijk dat het bouillonblok is. Kippenblok is een beetje scherp. En hun saus is waarschijnlijk ook niet zoet. Want het breekt het smaak ook niet. Anders zou het misschien in evenwicht komen. Zoet en zout. Het is ook niet pittig hoor, hun saus. Van hun was toch iets, in vergelijking met die van Jaminten, klein beetje pittiger. Toch niet zo pittig, maar iets meer dan deze. Deze proeft helemaal niet pittig. Ja, dus eigenlijk is het zout hierin te veel voor mij. Misschien voor u niet, als u van veel zout houdt. Maar voor mij is het dus veel. We zullen verder gaan naar een Warung Mirosso. Ik zal ook in deze bak hun saus zetten. Ze hebben een klein zakje saus gegeven. Mensen, ik was vergeten om de prijs door te geven van deze. Van deze zouten van Jaminten, Warung Jaminten. Hij kost 60 SD voor zo'n bakje zouten met ei. We gaan verder naar Mirosso.
Ik heb hun saus gezet. We gaan proeven. Deze is lekker. Hij is ook een klein beetje aan de zoete kant, maar niet zo erg als deze. Waarschijnlijk komt het door de saus, maar hij is echt lekker. Deze is lekker. Zout is niet te veel, ook niet te weinig. Je zou ook niet kunnen zeggen dat andere kruiden of laos of gember te veel is. Is helemaal on top. Het is heel normaal. Maar deze is qua smaak is deze toch een beetje sterker dan die van Warung Ursi. En met hun saus, ja, is het lekkerder. Zal nog gehad nemen, mensen? Ja, ik vind deze lekkerder. Als u mij gaat vragen welke ik zou kiezen om eerder te eten, dan is het deze van Warung Mirosso. Zo'n bakje zouten kost 105 SAD. Dit is zouten ei van Warung Mirosso, 105 SAD. Dit is van Warung Jominten, 60 SAD. En dit is van Warung Ursi, 65 SAD. Zo, u heeft het gezien, deze drie Warungs van Blauwgrond. Ze zijn niet gesponsord door de Warungs van Blauwgrond. Dit is allemaal uit ons eigen zak gekomen. En de beoordeling is natuurlijk ook aan de hand van wat ik ervan heb gevonden. Naar mijn smaak. Wat ik ervan vond natuurlijk. Hoe ik het heb geproefd. Wat ik lekkerder vond. En dergelijks. Natuurlijk mag u me vertellen welke u lekker vindt. En welke smaak of welke waarom u eerder prefereert. Vergeet me niet in de comment te vertellen. Heeft u ergens anders geprobeerd? Bij een van de andere restaurants. Sorry, Warungs van Blauwgrond. Laat me ook in de comments weten. Heeft u ook bij één van deze plaatsen gegeten? Laat me dat ook weten en welke u lekker vindt. Vergeet niet mensen te abonneren. Ons kanaal te abonneren. En te delen met je vrienden en met je familie. En ook niet te commenten. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende keer.